Ja, goedemorgen. Nog eens even over de aangifte tegen de tabaksindustrie. Ik zit vanochtend de krant te lezen. Het Eindhoven Dagblad natuurlijk. Zeer informatief. Altijd correcte informatie. En dan staat op de pagina, even kijken, opinie, dat artikel over scholen. Doe aangifte tegen de tabaksindustrie. En de Partij van de Arbeidszomer is daar van harte mee eens. Vorige week hebben wij als partij geprobeerd om de raad mee te krijgen om een motie in te dienen. En samen aan te nemen om die aangifte tegen de tabaksindustrie die door vele ziekenhuizen en de instellingen en het KWF is gedaan. Helaas heeft die motie het niet gehaald, geen enkele partij wilde die sturen. En waarom doen wij zo'n motie, waarom doen wij zo'n oproep en waarom zouden wij graag die aangifte tegen de tabaksindustrie steunen? Het gaat namelijk om niks anders en vooral niks minder dan de gezondheid van onze kinderen. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat wij streven naar de eerste rookvrije generatie. En een vuist tegen de tabaksindustrie is dan hartstikke noodzakelijk. Zij zijn degene die onze jongeren verleiden om te gaan roken. En daar hebben ze de rest van hun leven, en vooral op het gebied van gezondheid, erg veel last van. En daarom onze motie. Daarom zullen wij in de komende periode ons in gaan zetten voor een rookvrije generatie.